Om hoeveel jachthutten het precies gaat is niet duidelijk, maar het zijn er behoorlijk veel. En allemaal zijn ze er zonder vergunning neergezet door de jagers. Als je in de gemeente Apeldoorn en in vele gemeentes een schuurtje gaat bouwen, en dit is echt wel een soort schuurtje, dan moet je gewoon een vergunning hebben. Dus ook hier gelden die regels. Harry Vos van de Faunabescherming is al een paar jaar bezig om gemeenten op de Veluwe te wijzen op het probleem van de illegale jachthutten. Ook bij de gemeente Apeldoorn heeft hij aan de bel getrokken. Ik ben met een ambtenaar hier wezen kijken en die hebben bevestigd dat ze er niet mochten staan of mogen staan. En maar de gemeente Apeldoorn is al anderhalf jaar aan het worstelen van wat moeten we ermee? Dat heeft te maken met het feit dat we weten dat we geen regels hebben om op te treden. En als u wat in uw achtertuin bouwt, hebben we die regels wel. En kunnen we veel makkelijker zeggen van dat het past of niet past. Kortom, de gemeente kan er helemaal niets tegen doen, ook al zouden ze dat wel willen. Daarom is er een speciale projectgroep in het leven geroepen die gaat onderzoeken of de regelgeving rond de bouw van de hutten in het buitengebied moet worden aangescherpt. Voor de zomer hoopt de gemeente daar meer duidelijkheid over te kunnen geven. De faunabescherming wil de gemeente wel even de tijd geven. Maar als het te lang duurt voordat er wat gedaan wordt, zoeken ze het hogerop. Nou, dan zullen we wel een rechtsgang gaan maken. Dan stapt u naar de rechter. En hoe hoog schat u dan uw kans in dat er dan wat gebeurt? Nou, die schat ik heel hoog in. Want soms denken mensen, god, daar zitten mensen naar wild te kijken. Maar ja, wel wild te kijken om het te schieten. En met dat verhaal op de achtergrond denk ik van dat de gemeente Apeldoorn eieren voor zijn geld gaat kiezen en toch wel gaat handhaven.